Ja! Daar zijn ze weer! Ja, Paul, Paul heeft tijd om op te nemen, dat is hartstikke fijn. Lekker overdag. Op, wat is het vandaag? Donderdag, hè? Ja, donderdag. Ik had helaas 4-0 gewonnen van België met Peru, dus ik ben de lul, ik moet naar 3 sterren. Ja, we gaan weer een land, heb ik gekozen. Ik heb Duitsland gekozen, dus een redelijk land, vind ik toch? En dan denk je, ik heb Ierland, ik heb Noord, ik wil wit, hè? Doe zo. Ik heb Noord-Ierland, heb ik. Noord-Ierland. Maar, heb ik niet echt... Waarom heb ik die echte Duitse shirts? Heb je al die, maar ja... Dit is van het EK of zo? Van ja, 92 of zo, hè? Ja, maar doe maar gewoon die ene aan, die donker, die is mooi juist. Deze? Nee, die. Ja, dat is mooi juist. Oké. Lafferty, altijd lastig. Ik speel 4-5-1. Nou ja, ik laat het gewoon staan. Even kijken, ik speel 4-3-3. Ja. Nou! Duitsland. Chill, jongen. 3 sterren weer, dan gaan we. Dat is echt een hel. Ja, oké, ik heb hem weer. Nou, had hem. Dat is wel, wel Noord-Ierland dit. Kick and rush. Huh? Ah! Nee! Oh! Nee! Wat deed hij dan, dat mannetje? Ik wou schieten, maar ik had op X gedrukt blijkbaar. Ik weet niet, het blijft in mijn eentje, vind ik het lastiger om te spelen op een of andere manier. Nou, mijn kans een keer lastig. Ja. Het is echt... Scheid! Nee man, niks aan de hand. Oh man, wat zijn ze? Die spits die is zo langzaam. Die rent gewoon continu met keiharde wind tegen. Ik had er geen Noord-Ierland bedrijf, was vergeten. Het zijn de kopspitsen. Ik heb ze wel hoog, nog redelijk hoog, 70 voor spitsen, voor aanval. Maar het zijn natuurlijk gewoon pure koppen. Niet op mijn stijl. Ik ben geen kopper. Kom op! Ik wil gewoon snelheid. Mooie aanvallen maken. Gebeurt trouwens weinig hoor, vind ik. Ja, het is heel slecht. Met Vargas en Noedo. En Pizarro had ik goede spitsen, snap je? Ja, maar dat ja, heb ja. ik met Peru. Maar dit van jou dat er niks gebeurt. Jij hoort nu te kunnen creëren, dat je? Ja. Bla 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 bla. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Zo langzaam! Jezus, wie nadig. Nee! Dat is buitenspel hoor. Wat buitenspel. Oh, Larry Bird is een basketballer die meedoet. Te doorzichtig. Of opzichtig, weet het. Doorzichtig. Te opzichtig was dat van. Jezus. Het mazzel dat ik niet, andersom is, want had ik nu echt 5-0 voorgestaan. Nee, dat weet je niet. Nee. Jawel, het is zo. Ga nou eens maar spelen, jongen. Het is echt. Alles gaat langzaam. Eén ding kan hij wel, dat is koppen. Oh nee! De voorste was niet goed. Niks aan de hand, man. Nee, de voorste was niet goed. Dan zei ik, oh nee. Nou, kom op. Hij niet. Ja, hij die andere buitenspel. Hij niet, dat deed ik goed. Daar zit iemand tussen. Oh. De keeper kan op en het schot. Kom dan, man! Noord-Ierland zet Germanië helemaal onder druk, hè, gewoon. Jezus, ik kom er niet meer uit, gewoon. Dat is echt kut irritant. Oh! Ik moet heel vroeg anticiperen op alles, om die bal te pakken. Inschatten waar we gaan spelen. Nee. Jezus. Hoi. Overtreding, scheids. Snel terug naar kaart. Hè? Spel. Kaart? Jij gleed door dus. Hè? Ja. Oh, dat heb ik nu niet gezien hoor. Come on. Under pressure. Ik weet, dat zou je favoriete nummer zijn van Queen hoor, jij. Under pressure. Take it down on me, under pressure. Nah, even dat voetje ertussen. Nee, het is scherp! Oh. Je kan die bal nooit echt helemaal lekker hebben. Nee, je kan overdrijven, hè? Ja, maar ik moet er wat proberen met dit. Ik kan niet lopen. Zo kan ik ook wel schoten op doel krijgen. Ja, maar dat is een mooie aanval, hoor. Zei die ook, hè? Lekker combinatiespel, zei Evert nog. Kroos. Kutsen. Nou, dat kan ik dus niet verdedigen, dan heb je met die langzame te bakken. Scheids! Obstructie! Nou, wat een bullshit zeg. Nee, dat is obstructie toch? Dat ziet iedereen toch, of niet? Pak de bal af. Als dat niet meer mag, dan wordt het een heel moeilijk spelletje voetballen, hoor. Ja, bijna. Probeer wat, ja. Fucking hell. Oh. Kom dan, man! Hij strekt zich helemaal uit Erret. Tjoh, jongen, Noord-Ierland! Naaaaa!
Oh nee! Genoeg. Scheidsrechter! Oh, ik denk al. Oh, hè? Dat is een kwit ik hem, hoor. Dat is toch wel logisch, dan kwit ik hem. Dan houd het echt op. Kom op. Ja, ik heb niet meer voorstaan. Dus. Nou, ik denk wel dat het 0-0 is. Je hoeft niet eens te klagen weer. Of zijn we alle, nog geen schot doel gehad, allebei. Ah, wel. Ik heb 5 op doel gehad, gewoon. Dat is knap, man. Godverdomme. Oh. Ja, kijk nou langzaam, mannetje. Nou, maar kijk eens wat jij doet. Ja, dat is slim. Ja, dat moet toch wat doen? Dat is wel slimmerheid. Net geen overtreding. Nou, mazzel. Dat is er echt ja, buitenspel. Het was zeker een doelpunt geworden als hij niet buitenspel. Ja, dat was een doelpunt zijn buitenspel. Dat zag ik wel. Kroos. Oei, hij leek te vallen, maar blijft op de been. Nee! Dat is echt... Wat? Wat? Ja, dat was daarvoor al. Ik kreeg voordeel, maar ik had die voordeel niet. Nee, dat ik gewoon beter goed verdedigde. Het is niet echt is dat alarm wat er niet floot. Ik verdedig het al goed. Come on. Oh! Ja, en nu? Oh! Dat zou ook wel bullshit zijn. Eén klein foutje. Jezus! Verdedigen zou slecht zijn. Dat is de grootste kans van de wedstrijd, denk ik. Ja, maar nou komt de kopbal, dus dan ben je eraan. Want de koppen kunnen wel de Ieren. Doet hij het? Nou, ze kunnen alleen die voorzetten geven natuurlijk niet. Eens poppetjes. Oh, en dan kan je de verdediger op het middenveld. Is nog niks. Het is pittig, jongen, om een kans te creëren. Het is echt geen gelul. Huh? Wat? Dat kan het toch niet? Scheids. Obstructie. Ja, dat is... Dat was slecht, hè, hoor. What the fuck? Nou, het is gewoon een obstructie, hoor. Scheidsie! Oh, die viel bijna goed. Jezus, mensen! No? Mooi balletje, hoor. Nou ja, die gast die kan echt geen voorzet. Die linksbuiten is zo slecht. Dit is een blind paard. Maar ik ben helemaal in mijn eentje ook voor! Kom dan! Dit zijn kansen voor Noord-Ierland dan, hè? Het is nog een moeilijke hoek, man. Je bent een hele irritante tegenspeler, weet je dat? Nou, gewoon heel irritant goed. Met al die mannetjes. Heel goed. Dat was een penalty als ik ga liggen. Als hij ging liggen was het een strafschop, maar hij ging niet liggen. Je duwde in mijn rug. Als ik ga liggen is het een penalty. Maar ja, ik weet niet hoe dat zwalbe doet, maar dat doe ik niet. Dat lullig. Ik weet niet hoe je dat doet, ook wel hoe jij doet, maar anders zou ik het niet doen. Maar als ik ga liggen is het strafschop, klaar. Je hebt mijn rug te duwen. Zo, ben je snel. Nee man, ik ja, gewoon goed met die mannetje. Door is het van mannetje. Vis, het is gewoon traag. Nee, ik schoot al, maar ja. God, kan leren zeg. Ja. Ja, alleen maar. Het is net zoals in Barcelona was. Gewoon helemaal weggespeeld worden in de kopbal. En dan kan ik niet verdedigen, want ze zijn er slecht daarvoor. Dit soort kansen zijn zo'n kans natuurlijk. Ja, en hoeveel procent is het terecht? Heel eerlijk gezegd, dit is gewoon. Ik vind het al een redelijke goal. Dit. Gewoon, hij zit wel lekker in. Ja. Als je het niet maakt, dan valt hij misschien aan de andere kant, hè, zeggen we dan. Maar als dat andersom was, ik overdrijf niet, ik win gewoon 7-0 ofzo. Echt geen geintje. Ik win gewoon 7-0, je komt er echt niet doorheen met mij. Nou, ik spel alles of niks, ik helemaal aan door die overtreding kan. Ik hoop wel dat je hem wel weer goed edit. Ook gewoon niet eens, ik heb natuurlijk al bij hem geen kans, maar ik heb gewoon werkelijk waar 80% van de wedstrijd op jouw helft gespeeld. En dat is die weet je zelf ook, 80% of zo. Je helft op je helft, je komt er gewoon niet uit. Man. Ligt aan de edit. Maar ja, dit is gewoon niet te doen voor mij. Ik denk dat ik alleen deze twee goals laat zien. Kansloos weggespeeld is hij, maar ja, het is gewoon niet te doen. Ze kunnen gewoon niet een bal afmaken. Verdedigend kunnen ze ook niks. Hè. Je ziet het met die kopbal in de corner, ja, dat kan je niet doen. Ik druk gewoon allemaal rond. Jij geeft de voorzet kopbal en jij drukt 140 keer op rondje en je kopt in de kruising. Dat is wel logisch. Terwijl klik, hoor ik. Ja, natuurlijk realistisch. Ik heb een paar keer een kans gehad om een voorzet te geven op die lange spits. En echt een dramatische ballen geven. Hé! Hey. Buitenspel. Hé? Maar dat was dan, had hij het echt al veel eerder kunnen, ja, dat wel kunnen fluiten. Want ik had echt 10 minuten al die bal, hè? Mm-hmm. Buitenspel. Nee. Oh nee, mijn linksback is penal. Ja, mannetje beneden. Ja, linksback. Ja, cool.
Ja, goed uitgekomen. Kom op. Keeper. Hij wist gewoon dat die bal zou hebben. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. Dat nog een mannetje minder nu voor hem. Kijk ze nou, wat een geklooi. Jezus, wat een typisch goal weer. Echt een typisch goal. Ook heel slecht ingeschoten. Keeper er alweer, ziet er niet goed uit. De verdediger. Kijk nou wat er gebeurt met die verdediger. Ik heb die bal gewoon niet. Kijk hier, ik heb hem gewoon. Ja, laat ze hem wegzetten. Heel slecht ingeschoten ook nog. Ja, kracht hè. Dat is nummer 1 van de wereld natuurlijk. De verdediger wordt gewoon omgegooid. Nou. Visjes dus, voor de mensen die niet helemaal misschien door Ed gezien hebben, werkt helemaal weggespeeld in Noord-Ierland. Nou, we kijken nog even naar de statistiek, hè? Nee, ja, dat klopt nooit. Ik heb altijd 54% balbezitter gehad, terwijl ik de bal 80% op je helft heb gehad. Daar gaat het ook wel, hè? Waar heb je de bal? Oh, beneden. Kijk, ik heb... 6-7, ik heb meer schoten, ik heb meer schoten op doel. Meer, iets minder balbezit. Nou, valt mee eigenlijk. Of statistieken zeggen niet alles, wou je zeggen? De nauwkeurigheid in jouw schoten, 33%. Hè, en dat ligt het aan, denk je. Dat die gasten die kunnen schieten, dat ligt niet aan mij. Die schieten gewoon niet. Ja. Als ze gewoon normaal kunnen schieten, sta ik al 2-0 voor dat jij een kans krijgt. Maar ja. Maar ja, dat is als. Als. 3-0 is toch ook redelijk duidelijk, toch, uiteindelijk? Ja. Nu zult het voor de gein een keer voor het online gooien dat ik ben Duitsland, jij Noord-Ierland. Wat doen? Als tussenmatch? Dan wordt het echt 7-0, dat is niet over de 7 of 8-0 of 10-0 misschien wel. Echt hoor, helemaal 10-0 denk ik. Maar ja, maar even. Oké, nou. Bye bye.